In de Nationale Assemblee is vandaag een begin gemaakt met de behandeling van de supplementorenbegroting 2023. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zei dat een aanpassing van de begroting nodig is door veranderingen in personeelskosten, zoals de koopkrachtversterking. Echter doet de supplementorenbegroting veel vragen rijzen. Gayadin merkte op dat bijvoorbeeld aan de ontvangstenzijde de belastingmiddelen vrijwel hetzelfde zijn gebleven. De indirecte en de directe belastingen. Daar hebben we gezien dat bij niet-belastingmiddelen zien we een aanpassing. Dus als u ziet dat dat aangepast wordt. En we zien dat de kwestie van begrotingssteun ietsje minder is geworden. Dus we zien een verschil waarbij aan de ontvangstenzijde er een bijna 323 miljoen minder is geworden. Gayadin zei verder dat de inkomsten minder zijn geworden, terwijl de uitgaven zijn toegenomen. Bij de uitgavenzijde voor de operationele kosten en waar de lonen zijn meegenomen, is er een toename van 1,7 miljard SRD. Hij vraagt zich af of de supplementorenbegroting de juiste prioriteiten zijn gesteld. Zo SAVO zien we vrijwel dezelfde begroting. De vraag is, minister, waren de koopkrachtondersteuning naar die samenleving toe? Was alles al ingepland? Is dat meegenomen in de supplementorenbegroting? Daar kijken we uit naar beantwoording ter zake. We hebben ook gezien dat er bij volksgezondheid een afname is, voornamelijk dan kijk ik naar bijdrage van SZF. We zouden juist aannemen dat de volksgezondheidssituatie ons zorgen baart. Wat is het zo dat we een afname mogen verwachten? Gayadin vraagt zich af of er bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid geen sprake is van onderbudgettering. Hij ziet graag dat de regering uitleg geeft over de begroting van deze departementen.